Gisteren schoot de koers van Bitcoin naar een nieuw record. En op het moment dat ik deze video opneem, op dinsdagochtend, zien we dat de prijs zo rond de 47.000 dollar staat. En dat heeft er eigenlijk alles mee te maken met dat gisteren bekend werd dat Tesla voor anderhalf miljard dollar aan Bitcoin heeft gekocht. En we gaan het dus hebben over Bitcoin en Tesla. Maar ik denk dat het ook zeker interessant is als je andere aandelen hebt. Want ik denk dat we dit namelijk vaker gaan zien: dat bedrijven bijvoorbeeld bitcoin gaan kopen. En dat kan wel eens grote impact hebben op de volatiliteit van koersen, van aandelenkoersen. Hoe dat precies zit, gaan we bekijken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Een kanaal waar we het eigenlijk vooral hebben over aandelen, over aandelen beleggen, maar ook steeds vaker over cryptocurrencies bijvoorbeeld. En natuurlijk zien we dat nu ook weer komen, omdat eigenlijk bedrijven cryptocurrencies zoals Bitcoin gaan kopen. Zoals gezegd, gisteren dus Tesla met de aankondiging of de bekendmaking dat zij anderhalf miljard dollar aan Bitcoin hebben gekocht. En dat zien we de laatste maanden wel vaker dat beursgenoteerde bedrijven bitcoin kopen. Denk bijvoorbeeld aan MicroStrategy, een relatief klein bedrijf dat geld stak in bitcoin omdat het op de bank eigenlijk niks opleverde. Hun CEO die geloofde er wel in in bitcoin en dat heeft heel erg goed uitgepakt. Aan de koers te zien um, is dat eind november, begin december dat ze echt met hiermee begonnen zijn. En zeker de laatste dagen zien we trouwens ook dat de koers enorm stijgt van dit aandeel. Natuurlijk omdat de prijs van bitcoin toeneemt en dit bedrijf gewoon ja, voor meer dan een miljard volgens mij inmiddels aan bitcoin heeft. Maar denk ook bijvoorbeeld aan Square, het bedrijf dat ook bitcoins heeft. Zij kochten dit in oktober voor 50 miljoen dollar toen aan bitcoin. En bij bitcoin verwacht je nog een beetje, omdat het bijvoorbeeld een betalingsapp is. En dat is bij PayPal eigenlijk hetzelfde. Dat is wel logisch. Maar gisteren werd dus bekend dat Tesla. Afgelopen maand januari 2021 dus voor anderhalf miljard dollar aan bitcoin heeft gekocht. Dat is ten eerste opvallend en interessant vanwege de omvang van het bedrag. Want anderhalf miljard is gewoon een enorm bedrag om aan bitcoin te besteden, ook voor een bedrijf als Tesla, in principe. Daarnaast zien we ook nog dat Tesla bitcoin gaat accepteren als betaalmiddel. Dus wil je een auto kopen, dan kun je binnenkort betalen met Bitcoin. Maar nog iets veel belangrijkers en eigenlijk ook belangrijk als je aandelen hebt in Tesla, maar misschien binnenkort ook wel in andere bedrijven. Dat is iets wat we in hun 10k uh, terug gaan lezen. Een, een bekendmaking die ze eigenlijk verplicht zijn om te delen. Want hierin lezen we namelijk dat in januari 2021 hebben wij onze investment policy geüpdate om ons meer flexibiliteit te geven en om meer rendement te maken op onze cashpositie van geld dat we niet nodig hebben op de korte termijn vanwege deze nieuwe afspraken. Die zijn goedgekeurd door de Raad. Kunnen we een gedeelte van dat geld in alternatieve activa, zoals cryptocurrency, goud, goud-ETF's of andere zaken die we in de toekomst afspreken, investeren? We hebben dan ook anderhalf miljard dollar in bitcoin geïnvesteerd onder deze afspraken en kopen en behouden deze cryptocurrencies van tijd tot tijd over de lange termijn. Daarnaast zijn we van plan binnenkort Bitcoin als betaalmiddel voor onze producten te introduceren, afhankelijk van wet en regelgeving en in het begin op kleine schaal, welke we wel of niet zullen verkopen naar fiatgeld bij betaling. Ten eerste maken we hier dus uit op dat ze niet langer geld wat ze op korte termijn nodig hebben niet in cash, oftewel fiatgeld, hoeven aanhouden. Ze kunnen ervoor kiezen dus om goud, goud-ETF's uh, te kiezen, maar ze hebben uiteindelijk dus gekozen voor Bitcoin. En Tesla heeft bijna 20 miljard dollar in reserve aan het einde van vorig jaar. Dus in principe zit er maar een klein bedrag um, in Bitcoin. En dat is wat ze ook zeggen: geld dat we niet nodig hebben op de korte termijn. Maar mogelijk wordt dit wel meer. Dat kunnen we afleiden uit: ja, ze geven eigenlijk aan uh, wel te kopen en te houden op lange termijn. Maar ze zeggen niets over verkopen. En we lezen dus dat ze Bitcoins die ze gaan ontvangen uit de verkoop van auto's. gaan ze mogelijk verkopen. Maar ze kunnen dus verkiezen om ook die bitcoins gewoon uh, vast te houden. En daarmee lijkt het dus logisch dat de positie van Tesla in bitcoin de komende tijd eerder toeneemt dan dat het afneemt. En dat heeft een impact op de resultaten en dus ook de koers. En wel vanwege het volgende stukje wat we lezen in de 10k: digitale activa, zoals bitcoin dus, worden gezien als indefinite lift intangible assets. Um, dat ga ik dus even niet vertalen naar het Nederlands, dat weet ik niet. Onder de accountantsregels, wat inhoudt dat een verlies van waarde onder de aankoopprijs betekent dat wij dit verlies moeten erkennen, maar een toename in waarde niet, tot het moment dat deze activa wordt verkocht. En dit is dus een heel belangrijk stuk. Niet zozeer alleen voor Tesla, maar eigenlijk voor ieder aandeel wat mogelijk dit in de toekomst gaat doen. Want het is dus mogelijk om digitale activa zoals crypto te bezitten als bedrijf. En waarschijnlijk gaan dus ook steeds meer bedrijven dit doen. Denk bijvoorbeeld aan Apple die 100 miljard op de bank heeft staan, wat eigenlijk nu niks oplevert, misschien alleen wel geld kost. Waarom zou zij niet een stukje van dat geld in, uh, in Bitcoin of andere cryptocurrency stoppen? Maar wat we dus lezen is dat een verlies wel moet worden meegenomen in de cijfers, maar een toename niet, of een toename alleen pas op het moment. Dat je dat hebt verkocht en dat je ook winst hebt gemaakt op die cryptocurrencies. Dus stel Tesla maakt dit kwartaal 300 miljoen euro winst. Het eerste kwartaal is altijd wel lastig voor autofabrikanten. Maar Bitcoin is natuurlijk heel erg volatiel. En hun positie daalt van 1,5 miljard naar 1,2 miljard. Oftewel een afname van 300 miljoen in hun Bitcoin-positie. Dan komt er onderaan de streep dus een winst van 0. Want het verlies van die bitcoin moet worden meegenomen. Terwijl eigenlijk juist een toename van 300 miljoen in bitcoin niet zorgt voor een winst naar 600 miljoen. Want dat hoeven ze pas te doen op het moment dat ze ook die bitcoin gaan verkopen. En hier moeten we dus op gaan letten in het geval van als je aandeelhouder bent. Nu is dat in het geval van Tesla, misschien ook bij Square of bij MicroStrategy. Maar zeker in de toekomst verwacht ik ook bij andere bedrijven, bedrijven die veel cashgeld in het bedrijf hebben zitten, wat eigenlijk nu niets oplevert, die gaan misschien wel zoeken naar um, momenten. Plekken waar het wel iets oplevert, zoals cryptocurrencies. Want we moeten dus rekening gaan houden bij de resultaten, wat de invloed van cryptocurrencies is. Want we weten dat cryptocurrencies gewoon wat volatieler zijn. En dat die koersen dus impact gaan hebben op de resultaten van een bedrijf. Zeker wanneer de koers van bijvoorbeeld bitcoin naar beneden gaat, zien we dat wel als een verlies voor het bedrijf maar een toename van Bitcoin zien we niet meteen als een winst, dus we moeten eigenlijk dieper gaan graven, zoals in dat voorbeeld zagen. Als we een Tesla winst maakt van 300 miljoen, maar hun positie in Bitcoin neemt 300 miljoen af, lijkt het alsof ze geen winst maken. En als je dan geen onderzoek gaat doen, kunnen beleggers wel eens gaan reageren, aandelen van Tesla gaan verkopen omdat ze niet precies weten wat er aan de hand is en denken dat Tesla dus geen winst meer maakt. Nou, dat gaat dus impact hebben op de koers en je moet dus goed begrijpen. Um, wat er op dat moment gebeurt, gaat het slecht met het bedrijf of gaat het ook slecht met bijvoorbeeld Bitcoin? Meet Kevin heeft hier ook een video over gemaakt met wat meer uitleg en wat meer diepgang. Die zal ik trouwens onder deze video linken. En onder de video vind je trouwens ook links naar verschillende brokers als je aandelen of bijvoorbeeld cryptocurrencies wil kopen. Denk bij aandelen bijvoorbeeld aan de Giro, dat is de broker waar ik gebruik van maak. En wil je cryptocurrencies kopen, denk dan aan bedrijven zoals Bitfavo of Coinmerse. En daarmee zijn we aan het einde komen van deze video. Laat even in de reacties onder deze video weten wat je hiervan vindt. Wat je van de inhoud van deze video vindt. Dus ook van de stap van Tesla. Of wat je verwacht van andere bedrijven. Wat denk je dat zij gaan doen nu eigenlijk een groot bedrijf zoals Tesla dit gaat doen. En we zien het ook um, dat het best wel interessant kan zijn. Want je kunt verliezen meenemen in je winst of resultaten. Terwijl uh, winsten pas op de langere termijn hoeven te worden afgerekend. Heeft allemaal impact op de koersen. Dus laat vooral weten hoe jij daar tegenaan kijkt. Zijn we daar dus mee aan het einde komen van deze video? Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer dan op het kanaal. want Ik maak elke week drie of vier video's over dit soort onderwerpen. Klik eventueel op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als die nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.